Ja, het is heerlijk om weer in, even in Nederland te zijn en dan de Volkskrant 's ochtends te krijgen waar staat hulp aan Afrika om migratie te stoppen. En hoeveel is het dan? Dat is 50 miljoen. Nou, Afrika heeft 54 landen, dus dat is iets minder dan een miljoen per land. Ja, nadat we meer dan een miljard euro hebben bezuinigd op ontwikkelingshulp, gaan we nu 50 miljoen teruggeven. Ja, ik heb even teruggelezen naar aan Griekenland. Alleen al gaat 200 miljard aan steun van de IMF en Europese landen. Dus ik denk dat ze in Den Haag ook wel begrijpen dat het een lachertje is. Maar het mooie van Nederland is natuurlijk, en daarom is het altijd zo leuk om hier terug te zijn, is het geloof in de maakbare samenleving. Dus elke keer als ik weer terugkom, dan sta ik weer op een station ergens in Utrecht of Rotterdam. Die zal nog steeds aan het verbouwen zijn sinds ik in 2001 ben vertrokken. Zijn ze al Amsterdam CS begonnen en nog steeds niet af. Wij blijven maar geloven in grote projecten. Ik kom uit het land van Maas en Waal. Daar zijn ze weer nieuwe dijk aan het aanleggen. De Nederlander gelooft gewoon, de wereld is maakbaar. En zie daar, als we 50 miljoen euro naar Afrika sturen, dan zal die migrantenstroom vanzelf wel ophouden. Nou nog 50 miljoen naar het Midden-Oosten en het is allemaal opgelost. En op weg hier naar Delft dacht ik van ja, ik woon meer dan 9000 kilometer van jullie vandaan. 9652 om precies te zijn. En ik dacht, wat heeft mijn wereld eigenlijk, ik woon in Kaapstad, te maken met die van jullie? Wat heeft mijn Kaapstad te maken met Delft? En om even de situatie te schetsen waarin ik op dit moment verkeer, laat ik even mijn laatste reportage zien die ik voor het NOS Journaal gemaakt heb. En die gaat over xenofobie en de aanvallen van Zuid-Afrikanen op buitenlanders. Als hij doet. Ja. Nieuwe plunderingen fortificeert de middenstand zijn bezittingen. Zelfs Zuid-Afrikanen worden nu de dupe van het geweld. I don't know why. I don't know why they do this. I'm supposed to be proud of this country, and to see what's happening here now. How can you be proud of a country like this? Dit is Jeppestown, een wijk vol woede over werkeloosheid, waar drugs en drank het geweld tegen buitenlanders voedt. You should kill them now. Why? Hi. What's the problem is that they're all over. Government must do something legally. They must deport them. Hier kun je heel goed de impact zien van het geweld tegen de buitenlanders. Dit zijn allemaal winkels van Nigeriaanse eigenaren die zijn afgebrand en geplunderd. En daar aan het einde van de straat zijn de hostels met de Zuid-Afrikaanse mannen die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen de buitenlanders hier. Migranten klonten nu samen om hun winkels te beschermen tegen nieuwe aanvallen. They are just what they're saying that they say we took their job, and then we took their women, and then we don't know the reason. We are not working on the government. We do our own job. And we are not forcing the women to come to us. It's the women's coming to us. So the shop was burnt. They stole some cans from the shop. So the next day they came over and they burnt the shop. You see, they're already shouting now. They're trying to fight back again. Yeah. They're shouting now. You see, they're making noise because we're showing you the shop. Johannesburg staat onder hoogspanning, met de politie als enige buffer tussen Zuid-Afrikanen en migranten uit andere delen van het continent die waarschuwen wat hen nu overkomt, kan ook Zuid-Afrikanen gebeuren. Fine, if they want us to go, why? But they have to leave our country too. You see. If we must leave, they should know something that no country can stand on its own. You mean South Africans in Nigeria? Yeah, there's so many South Africans in Nigeria. Het geweld hier is tenslotte niet alleen een probleem voor Zuid-Afrika, maar voor het hele continent. Ja. Ik denk, laat meteen maar even zien, want ik kan me voorstellen dat als je in Delft zit en je kijkt naar het zuiden van de wereld, naar waar ik woon, dat je denkt dat ze allemaal jullie kant op komen. Maar als je naar de kaart voor migranten kijkt, kun je zien dat die migratiestromen in alle windrichtingen eigenlijk meanderen. Ik bedoel, er is maar één stroom die vanuit Afrika richting Europa gaat. De grote stroom blijft eigenlijk hangen in de regio zelf. Dus hier zie je de dikke lijnen zijn de dikke migrantenstromen. Nou, je ziet dat er een aantal routes zijn
die al historisch bepaald zijn. Ik heb al eens een keer een reportage gemaakt in het westen van Mali. Daar zit een gemeenschap, één bevolkingsgroep die ontzettend goed is in het migreren, al decennia lang. En de buurman is van een andere bevolkingsgroep. En die blijft nooit weg. Dus de ene familie ligt in de woestijn te wachten op de envelop uit Parijs. En de andere is gewoon aan het zwoegen op het land. Dus heel veel van die migratie is historisch bepaald. Maar als je hier aan ziet, zie je ook dat er hier een hele dikke pijl naar het zuiden gaat. Dus in Afrika hebben ze evenveel toestroom van Somaliërs, Ethiopiërs, Nigerianen, Congolezen. De hele stad is ermee vol. En voor mij is het eigenlijk hetzelfde verhaal, alleen aan de andere kant van het continent wat daar speelt. Je hebt daar natuurlijk geen bootvluchtelingen, maar mensen kunnen gewoon over land komen. Je koopt een grensbeambte om en dan ben je er. Dus Zuid-Afrika heeft naar schatting ergens tussen 2 tot 5 miljoen migranten. Dat is meer dan 10% van de bevolking. Dat is nog weinig als je naar Libanon is gewoon verdubbeld in bevolkingsaantal. Turkije heeft inmiddels 1,5 miljoen. Syriërs, maar het is dus bepaald niet zo dat die migranten alleen maar naar Europa komen. Die buitenlanderhaat is eigenlijk een herhaling van wel iets wat ik in 2008 al heb gezien. Toen is Zuid-Afrika overspoeld door een golf van geweld tegen buitenlanders. En ook toen begon het met name de Zulu's. Die in soort gangs van deur naar deur gingen om Zimbabwanen, Mozambicanen, Malawiërs uit hun huizen te dwingen. En dat is nu opnieuw gebeurd. En toen ik in 2008 een grote reportage schreef over dat geweld, toen plaatste NRC Handelsblad een foto in de krant om dat te illustreren. Niet schrikken, het is geen fijne foto. Van een Mozambicaanse man, Alfabeta Muava, die voor het oog van de camera met een betonblok in elkaar wordt geslagen en dan in brand gezet, terwijl de politie daar gewoon naar staat te kijken. En toen kreeg ik een brief van een lezeres uit Bussum. En die was woedend over deze foto en op de krant natuurlijk, dat we deze foto daarbij hadden gezet. En zei, waarom moet ik hier bij het ontbijt mee lastig worden gevallen met dit verhaal? En toen heb ik daar heel lang over nagedacht. Toen heb ik haar een brief teruggeschreven van 6000 woorden. Om uit te leggen waarom ik vond dat we heel lang naar deze foto moesten blijven kijken. Dat het verhaal van deze man die in brand wordt gezet, 10.000 kilometer van waar zij vandaan kwam, Bussum, uiteindelijk niet zo gek ver van haar vandaan begon. En dat is in 1652, als een Nederlander uit Culemborg, een domineeszoon, Jan van Riebeek, op de boot stapt, een bootvluchteling, en naar Kaapstad vaart. Die bootvluchteling heeft nog steeds een standbeeld in Kaapstad. En daar is een hoop ellende mee begonnen. Althans, is bijvoorbeeld wat de president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma, onlangs in het parlement zei, alle problemen die wij hebben zijn begonnen met Jan van Riebeek. Hoeveel mensen kennen Jan van Riebeek? Heb je wel eens van gehoord? Nou, dat is nog niet zo gek, maar het is opvallend dat deze Nederlander bijna dagelijks onderdeel is van debat in Zuid-Afrika en in Nederland nauwelijks bekend is. En dat is natuurlijk, in 6000 woorden kun je geschiedenis van 400 jaar wel uitleggen, maar het begon ongeveer zo dat toen Jan van Riebeek naar Kaapstad voer, toen had hij alleen maar een hele simpele opdracht van de VOC, bouw een fort en de tuin. He, dus een proviantpost voor de mannen op weg naar Batavia die met scheurbuik lijden. Kunnen ze daar een beetje bij komen, een beetje groente, een beetje fruit. En dan gaan we weer door. En de strikte opdracht was ook vooral, meng u niet met de lokale bevolking. Maar zoals het wel vaker gaat met die goede bedoeling van de Nederlanders, het werkt niet altijd helemaal zo. Dus de VOC was multinational. En zoals je weet, multinationals moeten altijd bezuinigen. Dus de VOC ging mensen ontslaan, die bootmannen. De eerste 162 werden het fort uitgezet en trokken de binnenlanden in. En binnen 4 jaar had Jan van Riebeek al zijn eerste opstand aan zijn broek hangen met de Khoi San. Want die Nederlanders kwamen daar, die begonnen boerderijen te bouwen. En ik zal je vertellen, het is een van de meest beruchte wijken in Kaapstad. En zo komen we toch bij Delft. Heet Delft. En Delft ligt naast Leiden en ligt naast Voorburg en naast Roosendaal.
En is bij verre een van de meest gewelddadige wijken van heel Kaapstad. Jullie hebben geen goede naam daar. En zo ging het natuurlijk. Ze kwamen van de boot, ze gaan met het fort uit. Ze begonnen land te bezetten en de eerste clashes kwamen al. Dus de Khoi San kwamen in opstand. En binnen 5 jaar werden die opstanden zo hard neergeslagen dat uiteindelijk 90% van de lokale bevolking is uitgemoord. Zappen we even 1,5 jaar verder, dan arriveert de tweede boosdoener. Dat zijn de Britten. En de Britten die zien dat er grondstoffen te halen zijn. Goud, diamanten, Zuid-Afrika is terra incognita. Dan kun je het gratis krijgen, alle welvaart. En ik heb een aantal quotes kunnen vinden van wat Britten bijvoorbeeld over de lokale allemaal konden zeggen. En over hoe ze over hun mensen dachten. Jan Vriebeek was nog behoorlijk beschaafd. Maar hier heb ik bijvoorbeeld de toenmalige gouverneur van de Kaapkolonie, ene meneer Craddock. Die schreef naar Londen: met blijdschap kan ik melden dat er onder mijn toezicht meer kafferbloed is gevloeid dan strikt noodzakelijk was. Om er zeker van te zijn dat er genoeg terreur en respect is gegrift in het geheugen van deze wilden. Ik probeer maar even de setting te zetten totdat we bij die foto uitkomen. Nou, hoe dat nou kan. Nou, dus de Britten kwamen. De Britten dreven de Bantoes tot wanhoop. Dat is een bekend verhaal over de Xhosa's die op een gegeven moment 100.000 koeien van het ravijn afstorten uit pure wanhoop voor de druk die de Britten geven op hun landen. En dat ze elkaar verteld hadden, als we dat doen, dan zullen de Britten verdwijnen. Uiteindelijk verdwenen al die koeien, de Britten bleven. En de Xhosa's waren hun land kwijt. Uiteindelijk werd het oorlog tussen de Britten en de Afrikaners. De Britten zetten de Afrikaners in de concentratiekampen. En zoals het ook gaat in het studentenleven, zoals u weet, een tweedejaars zal nooit wraak nemen voor wat hem is aangedaan door de derdejaars op de derdejaars. Maar hij gaat bij de ontgroening wraak nemen op de eerstejaars. En wat deden de Afrikaners dus? Die namen geen wraak voor die concentratiekampen op de Britten, maar verzonnen apartheid. Ik zie apartheid eigenlijk als een groot concentratiekamp opnieuw gebouwd voor de zwarten in Zuid-Afrika. Dus de woede die de Afrikaners voelden over wat de Britten hen al hadden aangedaan, deden ze nog eventjes over in de komende eeuw dat apartheid heette. En apartheid is eigenlijk haat in wetten vastgelegd. Dus er waren allerlei wetten waarin bepaald werd dat men, de verschillende bevolkingsgroepen, vooral niet van elkaar mochten gaan houden. Dus er werd heel veel nadruk gelegd op de verschillen onderling. Er was een wet die bepaalde dat zwart en blank 500 meter van elkaar moesten wonen. Een wet die vleeselijk contact verbood, ook zoenen. Ieder ras kreeg zijn eigen bioscoop, zijn eigen strand, zijn eigen restaurant. En de bedoeling van het alles was om vooral zoveel mogelijk de nadruk te leggen op de verschillen. En we komen uit bij deze man. Zoveel mogelijk de nadruk te leggen op de verschillen. Je hebt niet alleen bevolkingsgroepen, je hebt niet alleen zwarte, niet alleen blanke, je hebt ook nog eens Kaapse Maleisiërs, Kriqua, Chinezen, Aziaten, kleurlingen, Xhosa, Zulus, Venda's, Sutus. Allemaal om zoveel mogelijk te verdelen en te heersen. Nou, dan komt het einde van de apartheid en dan komt Mandela. En die belooft dat nu alle onzin voorbij is. Dat het nu allemaal goed gaat komen. De politiek van de verzoening. En uiteindelijk zit er in die politiek van de verzoening heel veel grote beloften. We gaan banen creëren, we gaan huizen creëren. En op het moment dat die niet kwamen, keken de mensen in de Krottenwijken niet naar de shoppingmalls die gebouwd werden. Wilden ze niet daar hun woede op bot vieren, maar op de mensen die dichtst bij hen woonden en net iets succesvoller waren dan zij. Dat waren de Mozambicanen, de Somaliërs enzovoort. En zo kwamen we uit bij deze foto. En die mevrouw in Bussum las het allemaal. En ik dacht eerst, oh, die gaat heel erg boos zijn op deze brief. Maar schreef uiteindelijk een brief naar de krant met een bedankje. Omdat ze er niet zo over had nagedacht. Het is 6000 woorden, 4 eeuwen geschiedenis te herhalen. Maar het is maar het idee te geven dat uiteindelijk geen enkele actie zonder reactie zal zijn. En dat de geschiedenis van Zuid-Afrika op die manier ook verbonden is. Ik reed over naar de TU Delft via de Michiel de Ruiterlaan. Dat is toch ook een bekend slavenhandelaar, 2500 slaven op de boot gehaald. En die staat hier ook nog steeds op een standbeeld, geloof ik, in Vlissingen. En in Zuid-Afrika zijn we nu 20 jaar later aangekomen bij het tijdstip dat, zeg maar, die verzoening die Mandela heeft ingezet,
We moeten het verleden vergeten, we moeten doorgaan. Inmiddels begint om te slaan. Dus de woede, de teleurstelling over de beloften die niet zijn uitgekomen, beginnen op allerlei manieren zich nu te uiten. En een van die manieren waarop dat geuit wordt, is onder meer de woede tegen de standbeelden uit de koloniale tijd. Daar heb ik een reportage over de val van Cecil John Rhodes. ...87 jaar stond hij zo aan de voet van de Universiteit van Kaapstad. Cecil John Rhodes, de Britse mijnmagnaat en imperialist, zittend als de denker van Rodin. Nu hangt hij in de touwen om voorgoed uit het zicht te verdwijnen. He took what the African people have, especially the South African people. And he enriched himself and his people. And he left the South Africans as poor as they are. De studenten hebben wekenlang gestreden met het universiteitsbestuur. Gebouwen bezet, het beeld werd zelfs ondergesmeerd met mensenpoep. Maar het gaat om meer dan een beeld alleen, zeggen ze. It's about the fact that for years and years and years, black students have continuously been sidelined and undermined. How black lecturers don't get promoted. How the university continuously refuses to acknowledge the fact that there's disabled students in this university. It's about how black academics don't even get hired in the first place. Het verwijderen van een standbeeld van Cecil John Rhodes is nogal een ommezwaai in Zuid-Afrika, waar de afgelopen 20 jaar de beelden uit koloniale tijd gewoon mochten blijven staan omwille van een verzoening tussen zwart en blank. Maar onder druk van de studenten hier dreigt nu een beeldenstorm in heel het land. Dit is Louis Botha, een held van de Afrikaners uit de Boerenoorlog meer dan een eeuw geleden. Besmeurd met verf, net als die andere boerenheld, Paul Kruger, in de hoofdstad Pretoria overkwam. Het is pointless. I mean, the pyramids were built on the backs of slaves. Yet we don't see anyone trying to remove those. So... Ja, daar gaat hij. Cecil John Rhodes is ook degene die de universiteit heeft gebouwd. Dus de studenten zitten daar op het land dat Cecil John Rhodes ooit voor de universiteit gekocht heeft. Het was een fascinerende dag, omdat die opstand tegen het standbeeld is natuurlijk heel symbolisch. In Zuid-Afrika hebben ze 20 jaar lang besloten om die standbeelden te laten staan, juist omdat ze die als een monument aan de koloniale of de apartheidstijd zien. Dan kunnen we het er tenminste over hebben. Nou, daar hadden deze studenten helemaal niks meer mee. Die zeiden, ze kunnen ze toch net goed weghalen. We hoeven toch ook niet een standbeeld van Stalin te laten staan in Rusland. Als je het er ook over kunt hebben. Hetzelfde geldt voor Irak. Maar in Zuid-Afrika was het natuurlijk 1994 een soort deal. Het ANC, of de zwarte bevolking, de meerderheid, krijgt de macht. Zolang de belangen van de economische belangen van de oude elite maar bewaard blijven. En wat je nu ziet, 20 jaar later, is dat die deal van toen een beetje begint te schuiven. Dat niet zo heel veel, vooral de jongeren, niet zo heel erg geïnteresseerd meer zijn in die deal. Dus dit is niet zozeer een opstand tegen Cecil John Rhodes of tegen Stampil, maar vooral een anti-autoritaire opstand. Dus ik was aanwezig bij de bijeenkomst op de Universiteit van Kaapstad, waar dat standbeeld stond. En er waren alle zwarte studenten waren uitgenodigd om met het universiteitsbestuur te praten over wat er met dat standbeeld zou moeten gebeuren. En voor de zaal stond, zoals het gaat in Zuid-Afrika, 5 oude blanke heren. En die keken uit op een hele zwarte collegezaal. En daar begon een professor een monoloog van ongeveer een half uur. En ongeveer halverwege stak een van de studenten een vinger op en die negeerde die. En vervolgens zei hij van, ja, vragen kunnen jullie zo meteen stellen, maar laat mij heel eventjes uitleggen waar we het hier vandaag eigenlijk over hebben. En vervolgens ging de hele collegezaal met de vinger omhoog zitten. Dus toen kon hij er niet meer omheen. En toen zei hij, oké, nou, zeg maar dan wat u wil zeggen. En toen zei de student, ja, u moet ophouden met praten en moet nu, de leider van de studentenraad moet nu aan het woord komen om uit te leggen waar het hier om gaat. En die pakte de microfoon en die begon een heel mooi gedicht voor te dragen hoe zij vinden dat als ze door de universiteit heen lopen, dat ze alleen maar westerse professoren
En denkers te leren krijgen, dat er geen zwarte professoren zijn die daar lesgeven en al helemaal geen promotie maken. Dat alle schilderijen aan de muur, alle namen van de collegezalen, allemaal blanke heren zijn en zeiden, what about our memory? En vervolgens stond de hele collegezaal op en liep weg. En daar stonden nog 5 blanke professoren en die zeiden, ja, met wie gaan we dan nu het debat aan? En een week later was het standbeeld weg. En die manier van opereren, die zie je niet nu alleen op de universiteit, want na de Universiteit van Kaapstad is hetzelfde debat uitgebroken op de Universiteit van Stellenbosch, de Universiteit van Rhodes of Witwatersrand. Maar je ziet het ook in het parlement, dat anti-autoritaire, dat wat wij hier misschien wel hebben begraven met het tijdperk Fortuyn, het politiek correcte wat Mandela had ingezet na 1994, dat begint heel langzaam te scheuren. En dus als je nu naar het Zuid-Afrikaans parlement gaat, een van de saaiste huizen in heel het land. Want het ANC heeft al bijna 20 jaar bijna 2/3 meerderheid van de zetels in handen. Dus wat valt er nog te discussiëren? En toen kwam er een jonge politicus, die heet Julius Malema, was van het ANC, werd geroyeerd en begon zijn eigen partij. Die heette de Economische Vrijheidsstrijder. En die zeggen echt alles wat je in Zuid-Afrika niet moet zeggen. Dus je moet niet zeggen dat de blanken van het land moeten, zoals in Zimbabwe, want dan beginnen alle investeerders te steigeren. Dat zegt hij. Je moet niet zeggen dat je alle goudmijnen moet gaan nationaliseren, want dan lopen alle investeerders weg. Dat is wat hij zegt. En je moet vooral niet de president tegenspreken. En dat is wat hij doet. Dus ik wil heel even een stukje laten zien. Een debat in het parlement van het afgelopen jaar. Nou, je moet nagaan, Malema heeft maar 6% van de stemmen, dit stelt niks voor. Dit is gewoon GroenLinks van Zuid-Afrika. Wie luistert daarnaar? Maar hij heeft één ding wel, hij kan heel veel lawaai maken. Dus dit is het debat over president Zuma, die heeft zijn huis verbouwd. De Honorable Malema. Dat heeft 20 miljoen euro gekost en Malema wil dat hij dat geld terugbetaalt. President. Oh wacht, je hebt de lange versie. Mr. President, we are... Ja, spoel even naar 6 minuten als je wil. Nee, je kunt dit filmpje gebruiken. Naar 6 minuten. Dit is Malema. Je ziet dat hij in een rode overal staat. Dat is de overal van de mijnwerkers. Hij gaat dus standaard in mijnwerkerspak naar het parlement. En de vrouwen gaan gekleed als huishoudsters. Dus ze zullen letterlijk de onderklasse van Zuid-Afrika... Dit is, hoe heet het, Mark van Miltenburg, hè? De voorzitter van het parlement. Deze heeft het nog zwaarder dan Marga. Take your seat. Dit is Marga. Take your seat. I will have to ask the sergeant at arms to take out members who are not serious about this sitting. On a point of order. I'm asking Speaker. For to be recognized, Honorable Speaker, Sergeant on a point of order. Arms, please assist me with relieving the members who are in this house who are not serious about this sitting to who are take serious, their Chair, leave. You are raising a point of order. You're not saying we want Gandaman. That's what we are allowing. There's you. No member of the man is a public. Honorable member, you want the man from the house. No, all we are Speaker, asking we leave the house. Back the money. Why are we getting thrown out? That money, Nkandla money, must be paid. You can't hide behind presidency. Honorable members, I'm calling the security. I'm suspending the house for a few minutes. Beveiliging wordt nou gebeld. For these honorable point of members order, to leave. Chair. 1 hour money. The house is suspended pay back for our 3 money. Minutes. Go. 1 hour money. Go. 1 hour money. 1 hour money. Date and time. You won't remove us, we're not going anywhere. Pay back the money! Pay back the money! Pay back! Zie je dat die huishouders hier? De pay back the money is de meest populaire hashtag geworden op Twitter.
Ja, het doet een beetje denken aan de stunt die Wilders uithaalde natuurlijk, het parlement uit te lopen. Dat doet daar een beetje aan denken. De State of the Nation, dus de Zuid-Afrikaanse troonrede, werd in februari gedaan door Zuma. Zuma komt dus nooit naar het parlement, geeft gewoon nergens antwoord op. Tweederde meerderheid, waarom zou je? Maar hij moet wel één keer per jaar de troonrede doen. Dus toen hij naar het parlement kwam, hield ANC natuurlijk zijn hart vast nadat dit was gebeurd. Toen hebben ze de oproerpolitie allemaal witte hemden aangedaan, donkere broeken. Allemaal getraind, op strategische plekken neergezet in het parlement. En op het moment dat Zuma aan het woord kwam en Malema de troonrede onderbrak, zei point of order, is die oproerpolitie, heeft de hele partij, dus het parlement uitgewerkt. Met de politie. Daar is een neus gebroken van een van de parlementariërs. En allemaal heel normaal. Maar dit is dus de anti-autoritaire crisis waar het Zuid-Afrikaanse parlement nu mee te maken heeft. En dat is gewoon 20 jaar later. Oké, het was leuk geweest. Iedereen stemt nog steeds in volle meerderheid voor het ANC. Alleen de president kunnen ze niet luchten of zien. En hoe maak je dat duidelijk? Dan krijg je dus dit soort dingen mee. Het leuke van Zuid-Afrika is, ik noem het altijd een lawaailand. Zuid-Afrikanen zijn heel erg goed in staat heel erg veel lawaai te maken. Later bedacht, hoe is het toch mogelijk dat echt Nelson Mandela in de jaren 80 stond in alle hitparades. Iedereen wist over apartheid, terwijl in de jaren 80 over de hele wereld allerlei militaire dictaturen waren die eigenlijk veel ergere dingen deden. Ik heb in 5 jaar in Turkije gezeten. Daar zijn in een paar jaar tijd 600.000 mensen zonder enige vorm van proces vastgezet. Vooral linksradicale, Koerden, dat soort dingen. Ook veel meer mensen opgehangen dan Zuid-Afrika. Maar Turkije kreeg nog niet de helft van de aandacht die Zuid-Afrika kreeg. Zuid-Afrikanen zijn daar heel erg goed in. Als je nu over de snelweg rijdt en je zet verkeersinformatie aan, dan krijg je na de files een waarschuwing voor, er is een protest op de N2. Vermijd u de N2 vandaag even, want er zijn service delivery protests. Echt, elke dag zijn er op 5 plekken in Zuid-Afrika wel ergens protest van iemand die niet tevreden is over de diensten die de regering niet geleverd heeft. En dat maakt het dus zo fascinerend. Aan de ene kant heb je een soort bijna één partijstaat, een land waar 2/3 meerderheid voor de regering is. Van de andere kant heb je ook dit allemaal. En toen ik heb 2 keer in Zuid-Afrika gewoond, eerst van 2001 tot 2009. En toen zag ik langzaam de economie afglijden, maar ook de persvrijheid, er werden wetten aangescherpt. En Zuid-Afrikanen zijn dan heel erg van, dit wordt censuur, dit is dictatuur. Maar op het moment dat je in 5 jaar in Turkije hebt gewoond, en ik ben daar zelf op een zwarte lijst terechtgekomen vanwege reportages die ik heb gemaakt, allerlei collega's die zijn in het parlement door premier Erdogan persoonlijk uitgescholden en hebben sommigen zelfs uit angst het land verlaten. Er zitten heel veel journalisten in de gevangenis. Dan pas besef je dat in een land als Zuid-Afrika eigenlijk de democratie springlevend is. Het feit dat je weet dat Zuma 20 miljoen euro heeft achterovergedrukt voor zijn verbouwing, is eigenlijk een groot goed. Dat kun je in Turkije niet in de krant schrijven, want dan worden journalisten ineens opgepakt of voor miljoenen voor de rechter gedaagd of, zoals ik, op een zwarte lijst gezet. Dus nogal degelijk een levende democratie. Heb je nog het beeld? Die Malema is al een interessant figuur, die presenteert zich dus als een soort Robin Hood van de armen. Maar hij is tegelijkertijd zelf ook niet onomstreden. Laat ik die maar even zien. Hij wordt namelijk al jaren achterna gezeten door de Belastingdienst, die nog miljoenen is verschuldigd. Dus dat hele payback the money leidde tot deze cartoon van Shapiro. Dus SARS is de Belastingdienst. Hij zegt payback the money en dan klopt hij hem achter op zijn schouder van, wel terugbetalen, vriend. Anyway, wat je ziet is dus, en dat zie je in heel veel Afrikaanse landen, ze zijn al 20 jaar na het einde van het kolonialisme, 20 jaar na de onafhankelijkheid, 20 jaar na de witte broodsweken eigenlijk van die eerste vrijheid, beginnen de eerste krassen te komen, begint de onvrede op te borrelen. En die uit zich dus op allerlei manieren. Enerzijds tegen de buitenlanders, die eruit worden gezet. De regering heeft tijdens al die buitenlanderhaat op een gegeven moment het leger de townships ingestuurd. Dat was eigenlijk als reactie op een enorme golf van kritiek die ze kregen uit andere Afrikaanse landen, Nigeria,
Mozambique had een negatief reisadvies voor Zuid-Afrika. Zimbabwe, Mugabe haalde zijn... die zei, kom maar terug naar huis. Terwijl hij zelf 5 jaar daarvoor massaal het land heeft uitgejaagd met zijn eigen geweld. Hij zei, kom maar naar huis, dat land is niet meer veilig. Er was heel veel kritiek vanuit andere Afrikaanse landen op de xenofobie in Zuid-Afrika. Toen zei het Zuid-Afrikaanse regering, die zei, nee, maar dan sturen we het leger de townships in om te voorkomen dat er nog meer gedood zullen worden. Nou, dat was helemaal niet meer nodig, want het geweld was eigenlijk al lang weggeëpt. Vervolgens ging het leger gewoon massaal buitenlanders arresteren. Dus als reactie op de xenofobie kwam er ook nog eens een keer gewoon de legale autoriteiten overheen, die gewoon illegale op gingen pikken en het land gingen uitzetten. Dus dat heb je. En aan de andere kant, nou ja, de woede op de oude monumenten van de koloniale tijden, de apartheidstijd, die nu moeten worden neergehaald. Dus we hebben nu, word je bijna elke dag wakker met het nieuws over een standbeeld dat beklad is, bespuwd, ondergesmeerd met verf. Louis Botha. En ik vraag me af hoe lang onze Jan van Riebeek uit Culemborg er nog staat. Want die staat er nog steeds met zijn vrouw, maar ik denk niet lang meer.